Hierbij open ik deze academische zitting waarin Chaka Bakkers het academisch proefschrift getiteld Impact of Multimodal Treatment on Patient Outcomes and Prognosis in Colorectal Peritoneal Metastasis in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken om een samenvatting van het proefschrift te geven? Zeker. Goedemorgen allemaal en hartelijk dank voor jullie komst. Wat fijn dat jullie deze speciale dag met mij allemaal willen delen. En dat het ook mogelijk is om dat met z'n allen te doen in deze tijden. Het komende kwartier ga ik jullie eigenlijk meenemen in 2 jaar lang onderzoek. En voor sommige mensen zal het echt een herhaling van zetten zijn. Dingen die al heel, heel vaak de revue zijn gepasseerd. En voor anderen is het compleet nieuw met nieuwe materie en ook iets waar men zich normaal niet mee bezighoudt. Hoe dan ook voor mij de taak om dus jullie in vogelvlucht mee te nemen door mijn PhD. En dan beginnen we natuurlijk gewoon bij het begin. En dat is het colorectaal carcinoom, in de volksmond ook dikke darmkanker genoemd. Het is een veel voorkomend probleem. En jaarlijks zijn het zo'n 1 miljoen nieuwe gevallen wereldwijd. En in Nederland zijn dat 14.000 nieuwe gevallen per jaar. Het is daarmee dan ook de derde meest voorkomende kankersoort. En geeft dus aan hoe belangrijk dit probleem in de wereld is. Ja, hoe ontstaat dat dan, dikke darmkanker? Dat zijn eigenlijk slechte cellen, kwaadaardige cellen die zich in de wand van de dikke darm vormen. En afhankelijk van het stadium, zoals ook te zien op de plaatjes, kan zich dat een bepaalde diepte doorheen de darmwand eigenlijk ontplooien. De lymfeklieren zijn daarbij een belangrijke, of de kankercellen al in de lymfeklieren zitten of niet. En hetzelfde geldt voor de bloedvaten, of de kankercellen zich verspreiden middels de bloedvaten door het lichaam. Want daar kunnen ze uitzaaiingen veroorzaken. En de long- en leveruitzaaiing heeft denk ik iedereen inmiddels wel eens van gehoord. Maar het kan ook doorheen de darmwand groeien, zoals bij de blauwe pijl te zien. En dan kunnen de tumorcellen in de vrije buikholte terechtkomen. Nou, als dat gebeurt, dan kunnen zij zich daar hun eigen weg gaan vinden en neerslaan als peritoneaal metastase. Ofwel buikvliesuitzaaiingen. Ja, het peritoneum, wat is dat dan? Dat is het buikvlies. De binnenbekleding van de buikholte. Eigenlijk een laagje weefsel wat alle organen in de buikholte bekleedt. Het is ook een voor tumorcellen ideale plek om zich te nestelen en ook uit te groeien tot een nieuwe tumor. Het is daar warm, het is daar vochtig en tumorcellen die kunnen daar heel gemakkelijk en ongestoord groeien. Zo ziet dat eruit tijdens een operatie, voor sommigen misschien iets schrikken, maar dit is een kijkoperatie waarbij we eigenlijk alles wat je ziet aan witte spotjes, dat hoort daar niet te zitten. Dat zijn allemaal tumortjes die zich gevormd hebben. We kijken hier eigenlijk onder in de buik tegen de onderkant van het middenrif aan. Ja, hoe belangrijk is dat probleem in Nederland? Van die 14.000 mensen per jaar waar ik het net over had, zijn zo'n 4.000 patiënten die al uitzaaiingen hebben bij diagnose. 75% ervan heeft inderdaad die leveruitzaaiingen, waar denk ik iedereen wel eens van heeft gehoord. 25% longuitzaaiingen. Maar ook 25% van die mensen heeft uitzaaiingen in het buikvlies. Het is natuurlijk geen 100% samen, dus je kan ook een combinatie van beide hebben. We hebben dat onderzocht ook in Nederlandse data. En we zien eigenlijk dat uiteindelijk zo'n 10% van alle patiënten in Nederland met dikke darmkanker uitzaaiingen in het buikvlies krijgt. En die incidentie die neemt ook toe over de jaren. Dan de behandeling. Want hoe gaan we ermee om met dit probleem? We moeten het eerst even hebben over de intentie van de behandeling. Curatief of palliatief. Waarbij curatief is streven naar genezing. En palliatief is streven naar verlengen van het leven. Want genezing is niet meer mogelijk bij deze mensen. Vroeger, als je peritoneale metastase, oftewel buikvliesuitzaaiingen had, dan was het altijd een palliatief traject. Kreeg je nog chemotherapie en mensen overleefden gemiddeld zo'n 9 maanden na hun diagnose. Tegenwoordig kan het zowel curatief als palliatief zijn. En dat heeft te maken met een aantal zaken. Als eerste de uitgebreidheid van ziekte in de buikholte. Dat betekent, kun je het allemaal weghalen operatief? Zo nee, dan heb je al te maken met een palliatief traject. En hetzelfde geldt voor uitzaaiingen in lever en longen. Als je die er ook bij hebt, kom je automatisch in een palliatief traject. In mijn proefschrift heb ik met name op dat curatieve traject gericht. En daar wil ik het ook met jullie met name over hebben vandaag.
Ja, citro reductieve chirurgie en HIPEC. Daar hebben jullie denk ik allemaal van gehoord nu jullie mijn boekje in bezit hebben gehad. Citro reductieve chirurgie betekent alles weghalen wat je ziet bij de operatie. Dat doet de operateur. En dat wordt altijd gevolgd door HIPEC, hyperterme intraperitoneale chemotherapie. Oftewel verwarmde spoeling van chemotherapie die door de buikholte wordt gespoeld om achtergebleven tumorcellen die niet met het blote oog zichtbaar zijn ook nog uit te wassen. Dat ziet er zo uit. We noemen dit ook wel de colosseumopstelling. Jullie snappen wel waarom, denk ik. De buikwand wordt als het ware opgetild, waardoor er een badje wordt gecreëerd. En in dat badje wordt gedurende 90 minuten warme chemotherapie rondgespoeld. Ja, hoe effectief is die behandeling? De overleving van 9 maanden, zoals we vroeger hadden met het palliatieve traject, die hebben we met deze behandeling tot 36 maanden weten op te krikken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar 36 maanden is natuurlijk nog steeds maar 3 jaar. Daarnaast zien we ook dat de mensen die zo'n HIPEC-operatie hebben gehad, vaak opnieuw de ziekte terugkrijgen. En dat dat ook best wel snel gebeurt, vaak al binnen het eerste jaar na de operatie. Dus dat moeten we zien te verbeteren. Er moet iets zijn waardoor we dit beter kunnen doen. En toen kwam perioperatieve chemotherapie om de hoek kijken. Ja, dat is niet iets wat wij zelf verzonnen hebben natuurlijk. Dat hebben we eigenlijk een beetje afgekeken van andere soorten van kanker die zich een beetje gelijknamig gedragen. Namelijk slokdarmkanker en maagkanker. En wat betekent dat nou? Middels chemotherapie voorafgaand aan de operatie, dan de operatie en eventueel nadien ook nog chemotherapie, zagen we dat bij slokdarm- en maagkankerpatiënten de overleving veel beter werd. Er was nooit onderzocht voor mensen met buikvliesuitzaaiingen vanuit dikke darmkanker. En zo is de KYBER-6-studie in het leven geroepen in 2017. En rechts in beeld zien jullie alle ziekenhuizen in Nederland die de HIPEC-operatie uitvoeren. En die doen ook allemaal mee aan die studie. En in die studie vergelijken we mensen die de standaardbehandeling krijgen, dus dat is de citro-reductieve chirurgie en HIPEC, met mensen die eerst 3 maanden chemotherapie krijgen, dan de operatie en dan weer 3 maanden chemotherapie. Ja, als je die studie doet, dan moet je natuurlijk afvragen, is dat eigenlijk veilig om te doen en is het ook al haalbaar? Want het moet altijd vraag nummer 1 zijn, zeker in deze kwetsbare patiëntengroep. En daarna moet je kijken, is het effectief en verbetert het dus inderdaad de prognose? Nou, de eerste vraag die hebben we kunnen beantwoorden met de eerste 80 patiënten in de studie. Daarbij zagen we dat de postoperatieve complicaties gelijk waren tussen beide behandelgroepen. Dus dat was mooi nieuws. En daarnaast zagen we ook dat er geen uitval van patiënten was in de experimentele groep voorafgaand aan de operatie. Dus die chemotherapie, dat verdroegen ze allemaal goed genoeg om die operatie te kunnen ondergaan. En als allerlaatste zagen we dat we ook genoeg patiënten in de studie konden includeren om zo de volgende vragen die nog op de tafel liggen te kunnen gaan beantwoorden. Oftewel, perioperatieve chemotherapie is veilig en toepasbaar in deze patiëntengroep. De volgende belangrijke vraag is natuurlijk, hoe ervaart de patiënt het? Want het is natuurlijk al een heel traject waar ze aan beginnen en dat verzwaren wij toch wel behoorlijk daarmee. Nou, dat hebben we ook bekeken. Dat zijn eigenlijk vragenlijsten omtrent kwaliteit van leven en klachtenpatroon. Ben je vermoeid? Heb je veel diarreeklachten? Kun je zelf je boodschappen doen? Hoeveel pijnklachten heb je? Dat soort dingen. En daar hebben we ook naar gekeken op verschillende meetmomenten. En daar zagen we ook dat er op alle meetmomenten geen verschil was tussen de twee behandelgroepen. En ook na de operatie waren er wel dalingen, maar die herstelden allemaal naar baseline-waarde. Dus naar beginwaarde, binnen 6 maanden na de operatie. Oftewel, de experimentele behandeling verklaart de kwaliteit van leven niet meer dan de standaardbehandeling. Maar goed, dit is een hele geselecteerde patiëntengroep waar je naar kijkt. Is die kwaliteit van leven dan niet bij al deze patiënten eigenlijk verlaagd? Nou, we hebben dan gekeken naar de HIPEC-patiënten, want die hebben natuurlijk al een zeer ingrijpende operatie. Die kent ook een hoog complicatierisico. En dat wilden we eigenlijk afspiegelen tegen normale darmkankerpatiënten. Omdat dat iets is wat heel veel voorkomt, daar hebben we het net over gehad. Er is veel ervaring mee, veel onderzoek wereldwijd gedaan. Dus we hebben HIPEC-patiënten tegenover normale darmkankerpatiënten die een normale operatie ondergaan, afgespiegeld. Maar wat zagen we hier? Geen verschil in kwaliteit van leven tussen de groepen op elk van de meetmomenten. En het wel of niet krijgen van chemotherapie, hebben we ook nog naar gekeken, had ook geen effect geholpen. En dat sluit dus weer aan bij de conclusies van het vorige onderzoek. Ja, is het dan effectief ook en verbetert de prognose? Dat is natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste vraag. Dan moet je toch teleurstellen, want dat ga ik vandaag
niet kunnen beantwoorden. De KWZ-studie loopt nog steeds. We hebben nu 240 patiënten geïncludeerd. We moeten er nog zo'n 120. Het gaat hartstikke goed, maar het is natuurlijk een jarenlang project. En dat volgt nog. En kunnen we dan wel al iets zeggen over die effectiviteit van de behandeling? Daar willen we natuurlijk wel iets over kunnen mededelen vandaag. Daarvoor hebben we gekeken retrospectief, oftewel terug in de tijd, over een periode waarin alle patiënten in Nederland dus in die periode HIPEC hebben ondergaan, met of zonder adjuvante chemotherapie na de operatie. Hieruit bleek dat patiënten die wel chemotherapie kregen een betere prognose hadden, maar het is natuurlijk data terug in de tijd kijkend, dat is natuurlijk toch anders dan wanneer je dat randomiseert zoals bij de KWZ-studie. En we hebben het hier alleen over adjuvante chemotherapie en niet neoadjuvant, wat ook voor de operatie wordt gegeven. Toen hebben we nog gekeken naar de HIPEC-procedure aan zich. Is er nog iets daarin wat we kunnen verbeteren, wat die overleving eigenlijk beter maakt voor die mensen? Nou, dat spoelen met dat verwarmde chemotherapie, dat doen we eigenlijk met twee middelen in Nederland. Mitomycine C en oxaliplatin. En dat is eigenlijk de keus van de operateur welke dat hij kiest. We hebben eigenlijk ook weer terug in de tijd gekeken naar een hele groep mensen die middel A of middel B hebben gehad. En wat bleek, er was eigenlijk geen verschil aan die overleving. Dus eigenlijk wat dat betreft, hebben we geen advies kunnen uitbrengen van ja, je moet het een of het andere middel gebruiken. Ja, aan mijn proefschrift zijn een aantal conclusies verbonden en die wil ik graag met jullie delen. De eerste is het aantal patiënten met buikvliesuitzaaiingen van dikke darmkanker neemt toe. De tweede is overleving in deze patiëntengroep is slecht. En de terugkeer van ziekte komt ook veel voor. En daarom zijn nieuwe of verbeterde behandelstrategieën noodzakelijk. Perioperatieve chemotherapie rondom cytoreductieve chirurgie en HIPEC is veilig, haalbaar en tolerabel in patiënten met buikvliesuitzaaiingen uit dikke darmkanker. En adjuvante chemotherapie na cytoreductieve chirurgie en HIPEC is geassocieerd met een betere overleving. En als laatste, de impact van cytoreductieve chirurgie en HIPEC op kwaliteit van leven is eigenlijk vergelijkbaar met de impact van conventionele chirurgie voor dikke darmkanker. Dat is natuurlijk een hele mond vol, een aantal heel veel conclusies. En ik heb natuurlijk heel veel over wat ik nu bereikt heb, maar dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. En er zijn heel veel mensen die ik zou willen bedanken hier, maar dat kan natuurlijk niet, heb de tijd niet voor. Maar er zijn er drie die ik in het bijzonder wil noemen en dat zijn Injas, Robin en Koen. De drie waar ik het meest intensief mee heb samengewerkt de afgelopen jaren. En ja, waar ik enorm dankbaar voor ben en trots op ben dat ik dat met jullie heb mogen doen. Dus dank je wel daarvoor. En dan dank jullie allemaal voor de komst en de aandacht. En dan geef ik graag het woord terug aan de volgende. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor Bouvy, hoogleraar innovatieve chirurgische technieken aan deze universiteit. En tevens voorzitter van de beoordelingscommissie. Ja, dank u wel. Waarde promovendus, van harte gefeliciteerd met totstandkoming van dit prachtige boek. En ik wil uiteraard ook uw promotor en co-promotoren feliciteren met dit mooie resultaat. Dank ook voor de heldere uiteenzetting. Ik wilde beginnen om te vragen of de paranimf die het meeste verstand heeft van uw boekje, stelling 8 zou willen voorlezen. Mogen zelf uitvechten. Sorry. Final results of the KYROZEST trial will add to the value-based treatment of patients with colorectal peritoneal metastasis, even if HIPEC would appear to be non-beneficial. Ja, mooi voorgelezen, dankjewel. Ik vind dat een interessante stelling en u verwijst ook naar de impact paragraaf en naar de valorisatie. Als dokter zijn we allemaal opgevoed met do no further harm. Hè? Mm-hmm. En zou u nog eens heel kort kunnen vertellen aan iedereen wat u dacht bij deze stelling? Ja, allereerst zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties en mooie woorden. In de stelling nummer 8 hebben we het inderdaad over ja, wat gaat de impact zijn van onze studie na afronding hiervan. En we weten eigenlijk dat er nu in HIPEC-land, zoals we dat noemen, natuurlijk een hele hoop gaande is over of HIPEC überhaupt nog zinvol is. Want dat is natuurlijk de grote studie, de grote Franse studie die gepubliceerd is, waarin zou blijken dat dat misschien niet zo is.
Nou, de studie, daar gaan we het vast nog meer over hebben, maar daar zijn een hele hoop mits en maren aan. En ik denk dat in die studie vooral naar voren komt dat die hele groep patiënten daar een enorm goede overleving had. En die mensen zijn ook heel fors voorbehandeld met chemotherapie. En we zien eigenlijk dat daar wel een hele grote winst te behalen valt. Dus of we nou die HIPEC uiteindelijk wel of niet gaan doen, ik denk dat de vraag, moeten we systemische chemotherapie voor en na de operatie doen, een hele belangrijke gaat zijn en blijven. Ja, ben ik helemaal met u eens. Goed, dan wil ik even door naar hoofdstuk 4. Ik ben heel blij dat u ook de kwaliteit van leven meeneemt. Hè? En zoals u zelf ook al in de presentatie uiteenzette, ja, die kwaliteit van leven die wordt misschien meer bepaald door de operatie. Of de impact van iemand die het heeft op kanker. U heeft gesproken met die mensen ook, hè? Mm-hmm. Is iedereen heel happig om die HIPEC te ondergaan? Heel gemotiveerd? Of hoe gaat dat? Hoe kunt u daar iets over vertellen? Ja, zeker. Die mensen die komen natuurlijk als een soort van intake bij ons in het ziekenhuis. En dat is wel vaak ook de moeilijkheid van onze studie geweest. Want die mensen die hebben een moeilijk probleem. Dat is ook al verteld in het vaak verwijzende ziekenhuis. En die worden dan gepland voor een HIPEC. En ik moet zeggen dat ze daar altijd enorm voor gemotiveerd zijn. Want ze hebben een heel veel probleem en daar willen ze aan geholpen worden. Eventuele mobiliteit die daarbij geldt, dat horen ze allemaal aan. Maar natuurlijk gaat iedereen daar akkoord mee eigenlijk. Maar op het moment dat wij dan beginnen over, ja, maar misschien moeten we die operatie voor u nog even 3 maanden uitstellen, omdat u dan 3 maanden chemotherapie krijgt en dan de HIPEC-operatie. Dat is soms wel lastiger. En dat is juist waar we een beetje tegenaan zijn gelopen. En ik denk juist dat ook de resultaten van de fase 2-studie, waarin we hebben kunnen laten zien dat de kwaliteit van leven niet slechter is in die groep. En dat er ook geen secundaire toxiciteit en dus uitval van operatie komt. Want dat zijn de grote angsten die eigenlijk speelden bij de patiënten. Als we dat ze voor kunnen leggen, dan is dat wel heel goed voor de informed consent van de patiënt. En veel patiënten zullen aan u vragen, wat zou u zelf doen? Ja. En wat geef je daar dan voor antwoord op? Ja, ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf af te wegen van, kijk, het is heel verschillend wat voor patiënt je natuurlijk voor je hebt. Ik ben 29, ik zou alles uit de kast halen wat er is om de overleving zo lang mogelijk te laten zijn. Maar we hebben ook mensen die zijn 70 en die zeggen, ja, maar ik wil dit gebeuren gewoon snel achter de rug hebben en dan wil ik weer door met mijn leven en ik wil daar geen 6 maanden chemotherapie aan vast. Dus ik denk dat daar heel veel argumenten voor en tegen zijn te benoemen, maar ik zou zelf, ik geloof hierin, dus ik zou het wel aanhalen. Want de kwaliteit van leven is hetzelfde, ja. Geeft u aan. Met of zonder, of zit er, is dat pas na 3 maanden hetzelfde? Nee, bij baseline was het hetzelfde, maar je ziet natuurlijk wel in de mensen die neoadjuvante chemotherapie krijgen, dat die een dipje voor de operatie laten zien. Dat meetmoment mis je natuurlijk bij de controlegroep. Okay. Uiteindelijk zijn ze allemaal binnen 3 of 6 maanden alle waarden weer genormaliseerd, maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat het hele traject langer duurt. Dus dat die daling bij die mensen langer duurt dan in de controle. Okay, dus dat kan. Daar hebben we niet gemeten. Ja, okay. Dat kan niet. Dan wil ik even nog kort, denk ik, hè, naar hoofdstuk 7. Daar heeft u vergeleken mitomycine C en oxaplatin. Hè. U heeft aangegeven dat het eigenlijk een beetje om het even is. Ja, al deze cytostatica, die zijn eigenlijk hele kleine moleculen. Hè. Die worden heel snel opgenomen binnen 90 minuten, of in ieder geval binnen 24 uur in het peritoneum. Hè? Ja. En weet u hoe ze aangrijpen op de celdeling? Nee. die tumorcellen die delen niet allemaal tegelijkertijd. Hè? Nee. Dus we zijn bezig, heeft u weten misschien ook wel, met het ontwikkelen van een gel in de buik. Ja. Die langzaam die chemotherapie afgeeft, mm-hmm. om al die celdelingen toch te kunnen aangrijpen. Dat het niet meteen eigenlijk binnen 24 uur weg is. Ja. Want er zijn al die tumorcellen nog niet gedeeld. Ja. Ik wilde u eigenlijk vragen of we nou in die gel oxyplatin of mitomycine C moeten
incorporeren, maar daar kunt u niet echt goed antwoord op geven dan, denk ik. Nou, aan de hand van de resultaten van deze studie niet, maar je ziet natuurlijk wel eigenlijk dat, al is het niet significant verschillend, dat de faveuren lijkt te gaan naar oxaliplatin. En dat staat eigenlijk ook weer een beetje haaks op alle ontwikkelingen die we nu meemaken. Dan hebben we natuurlijk over de resistentie tegen oxaliplatin die zich vormt. En met name over natuurlijk de subtype die er bij colorectaal carcinoom bestaan. En met name het CMS4 subtype. Want dat lijkt ook wel groot gerepresenteerd te zijn in de peritoneale metastase. Ja, en als we dan zien dat een groot deel van de tumorcellen daar resistent is tegen oxaliplatin, kun je je voorstellen dat het niet werkt. Okay. Maar het geeft dezelfde resultaten als mitomycine. Ja, dan kun je heel negatief zeggen, dan werkt het allebei niet. Dat is heel moeilijk te zeggen, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, waar nu steeds meer de focus om komt te liggen. Omdat we op die manier misschien ook naar nieuwe middelen kunnen gaan kijken. Okay. Moeten we snel naar de richtlijnen om meer moleculaire diagnostiek te doen? Om betere selectie van patiënten te kunnen genereren? Ja, ik denk dat we wel gewoon steeds meer richting die personalized medicine moeten gaan. En dat we gaan richting van tevoren precies weten wat voor tumor een patiënt heeft, met welke kenmerken en welke middelen voor die patiënt wel en niet effectief zijn. Ik ben helemaal tevreden met de antwoorden en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Bovy. De oppositie wordt voortgezet door professor Lemmens, hoogleraar Cancer Surveillance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Professor Lemmens, fijn dat u hier bent om deel te nemen aan deze ceremonie. Dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte promovendus, ik wil u ook graag van harte feliciteren en ook complimenteren met het werk dat hiervoor ligt. Daarnaast in totaal 16 klinisch relevante studies gepubliceerd in aansprekende tijdschriften. Maar kijkend naar de kwaliteit ook van uw begeleidingsteam, verbaast me dat niet. Ik denk dat uw team voor iedere promovendus een dreamteam zou zijn. Maar ik ben hier natuurlijk om u een aantal vragen te stellen. En mijn allereerste vraag betreft de kaft van uw proefschrift. Ik meende daar in eerste instantie een vingerafdruk te herkennen, maar een aantal soortgelijke afbeeldingen in uw proefschrift bekijkend met een iets wat ander perspectief deed mij twijfelen. Dus wat zien we op de voorkant? Nou, hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties. En u heeft helemaal gelijk, het is een dream team. Daar ben ik ook ontzettend blij mee en me bewust van. De kaft van het boekje, dat is, het is origineel eigenlijk een kunstwerk gemaakt door een Deense artiest. En zo zijn eigenlijk alle hoofdstukpagina's verschillende kunstwerken van haar. Maar ik heb natuurlijk wel bewust gekozen voor deze op de voorzijde. Ten eerste een cirkel, de peritoneale metastase. Maar daarnaast juist omdat het lijkt op inderdaad een vingerafdruk. En een knipoog naar mijn future perspectives in het boekje. En waar we net al even kort over hadden. Dat we steeds meer gaan naar een persoonlijke behandeling voor iedereen. Nou, de eerste vraag heeft u al heel goed kunnen beantwoorden. Dan zou ik vervolgens een van uw parennimfen willen vragen om stelling 2 voor te lezen. Adjuvant systemic chemotherapy after CRS and HIPEC is associated with improved overall survival in patients with colorectal peritoneal metastasis. Dank u wel. Vervolgens lees ik graag even de conclusie van hoofdstuk 6. Adjuvant systemic chemotherapy appeared to be associated with improved overall survival. Als Shakespeare destijds zou hebben geschreven to appear to be or to appear not to be, hadden we waarschijnlijk nooit van de beste man gehoord. Dus volgens mij is to be of to appear een wereld van verschil. Waarom heeft u voor gekozen om in de conclusie van zowel uw discussie als uw abstract van hoofdstuk 6 te kiezen voor appear to be en in uw stelling voor is? Ja, dat is een hele belangrijke detail inderdaad. In dit hoofdstuk hebben we dat op een zo best mogelijke manier
geprobeerd uit te zoeken. En daar hebben we een aantal zaken voor meegenomen. We hebben bijvoorbeeld propensity score matching uitgevoerd om de groepen gelijk te krijgen. We hebben sensitiviteitsanalyse gedaan om een aantal mogelijke residual confounders nog mee te nemen. Maar toch zien we dat er is een associatie en dat komt er ook heel significant uit. Maar we moeten voorzichtig zijn met de interpretatie daarvan. Want we gaan niet op basis van dit stuk nu iedereen in Nederland toch adjuvante chemotherapie geven. En dat heeft zo zijn redenen. Want er zijn natuurlijk een aantal zaken die we niet hebben kunnen meenemen in deze studie, die van groot belang kunnen zijn op de uitkomsten daarvan. Belangrijke daarvan, ik denk de belangrijkste vanuit dit stuk, is de postoperatieve morbiditeit. Dus de patiënten die een grote complicatie na de operatie hebben gehad, die zijn natuurlijk die hebben minder grote kans op het krijgen van chemotherapie, omdat die nog herstellende zijn. Het zijn vaak toch ook die mensen die het uiteindelijk minder goed doen op de lange termijn, om het zo te zeggen. Die data die hebben we niet, nou, dat weten we. Daar hebben we geprobeerd voor te corrigeren nog. Maar je ziet toch dat daar iets blijft bestaan. En ik denk dat het beste is om dat aan de hand van de figuur eigenlijk weer te geven. Want we hebben in deze, op pagina 132, hebben we een Kaplan-Meier-curve. En in die Kaplan-Meier-curve zien we eigenlijk de overleving van beide groepen. En dan zien we eigenlijk dat binnen 3 maanden na de operatie daar al een spreiding optreedt. Dus dat de ene groep de andere beter doet dan de andere. Tijdens die 3 maanden op dat moment zijn die mensen nog bezig met hun chemotherapie. Dus dat effect van behandeling kan er nog helemaal niet zijn. Dat geeft toch aan dat er nog iets zit van bias, wat we op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd te uithalen, maar dat gaat gewoon niet. Dus vandaar. Ik had gehoopt op dit antwoord dat ik uitstekend kan volgen. Maar ik zou ook een van uw paranimfen willen vragen u een tweetal A4'tjes voor te leggen. Die ik net voorafgaand aan de promotie had overhandigd. En ik zal u en het publiek de aanwezigen meenemen in waar u op dit moment naar kijkt. Dat is ten eerste de grote landmark-studie van Charles Murtel uit 1990, op basis waarvan we bij het coloncarcinoom adjuvant zijn gaan behandelen. Zowel de recidiefvrije als de absolute overleving. En een mooie studie, een stuk recenter, van een van uw co-promotoren, dokter Van Erning, hier aanwezig. Ook recidiefvrije overleving en overall survival. Maar anders dan bij Murtel, op basis van observationele data uit de Nederlandse kankerregistratie. Nu, als u die 4 lijntjes, of die 4 grafieken zo bekijkt, en u kijkt vooral naar de lijnen chirurgie alleen versus chirurgie plus adjuvante behandeling. En het verloop van die lijnen vergelijkt u met het verloop van de lijnen op figuur 2 in uw proefschrift, pagina 132. Wat valt u dan op? Los van dat effect wat we inderdaad in de eerste, met name 3 maanden zien. Wellicht ook eerste 6 maanden. Bij, natuurlijk bij de figuren die Vlies van Erning heeft gepubliceerd, daar zie je dat het verschil steeds groter wordt. En dat is bij ons niet. Ja. Ja, en dat zie je zelfs ook wel terug in de trial uit 1990. Ja. Dus los van dat effect wat u, waar u over had, postoperatief, et cetera. Ja. Bij mij doet dat toch, het gevoel geven dat appear to een juistere conclusie is dan is. Ja, maar moet ook een beetje krachtig staan in de stelling natuurlijk. Ik ben met je. Nee, u heeft helemaal gelijk. Het is niet voor niets een stelling. Ja, ik denk ook wel dat het natuurlijk ook een stukje misschien te maken heeft met het feit dat dokter Van Erlingen met name natuurlijk heeft over een primair colocarcinoom. En wij natuurlijk over de serous hypec populatie hebben. Waarvan we weten dat ze het uiteindelijk toch allemaal slechter doen. En dat je uiteindelijk helaas er misschien toch niet onderuit komt om er toch nog een keer mee opnieuw geconfronteerd te worden. En misschien is dat ook wel een uiting daarvan in de Kaplan-Meier-curve. Ja, dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Mag ik nog een korte vraag stellen? Maar dan vraag ik me af, hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Denkt u dat toch de trials daar een antwoord op gaan geven de komende jaren? Of denkt u dat wellicht observationele data, wellicht wat meer aangekleed dan de data die u nu heeft kunnen gebruiken,
daar een antwoord op kunnen gaan geven. En wat betreft dat laatste denk ik ook aan het HIPAA-register dat er in Nederland is. Welke vergelijkende studies zouden we kunnen doen op basis van dat HIPAA-register? En met uw ervaring in dit proefschrift wil ik u nog vragen, ja, waar moeten we dan vooral op letten als het gaat om welke data we verzamelen en hoe we die interpreteren? Ja, ik denk dat het HIPAA-register een enorme aanwinst is voor ons onderzoekers en behandelaars van deze patiëntengroep. Waarbij we dus nu in Nederland ook van al deze patiënten veel uitgebreidere data verzamelen. Ik denk dat een hele belangrijke die we eigenlijk altijd tot nu toe bij de NKR hebben gemist, is de PCI. De PCI is dus de uitgebreidheid van ziekte in de buik. Dat is de belangrijkste correlatie met overleving die we tot nu toe hebben gevonden. En die bepaalt ook welke behandeling je krijgt. Ik denk dat dat degene is die we wat de grootste aanwinst is om mee te nemen. Maar met name ook, ja, kijk, die mobiliteitsdata, we hebben nu gezien hoe belangrijk dat is. Dus ik denk dat we daar in de toekomst wel heel veel mee kunnen. Ja. Oké. Ja, dat ben ik volledig met u eens. En ik wil u danken voor uw complete antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan mevrouw de prorector. Dank u wel, professor Lemmens. De oppositie wordt voortgezet door professor Rutten, hoogleraar chirurgische oncologie aan deze universiteit. En lid van de beoordelingscommissie. Dank u wel, mevrouw de prorector. Ook ik sluit mij aan bij de complimenten die al door de vorige sprekers gegeven zijn. U zit natuurlijk in een fantastisch begeleidingsteam en ik weet ook dat u niet alleen in deze lijn zit, maar dat we nog een aantal mooie proefschriften tegemoet kunnen zien. Ik denk een hele serie proefschriften nog en u bijt eigenlijk de spits af. Voor een ziekte waar we eigenlijk volgens mij nog niet zo verschrikkelijk veel bereikt hebben. Dus dat er onderzoek gebeurt, dat is ontzettend belangrijk. Ik zit ook een beetje hetzelfde met de vorige spreker. Ik ben zeer geïnteresseerd in zeg maar de bevolkingsdata. Want pas als je merkt dat je in je populatie verbetering ziet en uitkomsten verbeteren, dan zou je verwachten dat je eigenlijk iets aan het doen bent wat ertoe doet. En ik wil met u eigenlijk kijken naar hoofdstuk 9. Over een lange periode hebt u data bekeken, eigenlijk vanaf het begin van de de HIPAA in Nederland. Maar hoofdstuk 9 vind ik een heel interessant hoofdstuk, omdat dat een soort snapshot-studie is. Hè? Een half jaar data en dan een goede follow-up. Waarom overigens maar een half jaar? Sorry? Waarom een half jaar? Ja. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank ook u voor de mooie woorden en felicitaties. De data van NKR wordt u weet het waarschijnlijk, ik ga het even uitleggen, als volgt verzameld. We hebben datamanagers in alle ziekenhuizen in Nederland zitten die bij diagnose eigenlijk een soort pop-up krijgen, hey, er is een nieuwe patiënt. En daarin worden dan alle gegevens van die patiënt bekeken. Die patiënten die worden niet over de tijd heen gevolgd, want u kunt zich voorstellen dat ondoenlijk is voor elke kankerpatiënt. Dat was te veel werk. Niet haalbaar. Okay, want we hebben het natuurlijk niet alleen over het colorectaal carcinoom, maar we hebben het natuurlijk over elke vorm. Laat het hierbij laten, want ja, okay. Het is een voldoende groot sample om inderdaad te kijken naar wat we bereikt hebben in deze ziekte. En wat mij opvalt is dat de disease-free survival, zelfs bij de patiënten die geopereerd worden, maar hoogstens, de mediaan is 12 maanden. Dus dit betekent dat we toch tegen een ziekte aan het kijken zijn die heel snel al terugkomt. Als ik u nou zou vragen, wat zijn nou eigenlijk de grootste problemen die er spelen bij deze ziekte? Waarom slaan we die deuk niet in dat pakje boter? Waarom lijken we niet, want als ik dan verder kijk naar de grafieken die u laat zien, wat mij daar vooral opvalt, is dat er maar heel weinig patiënten met peritoneale metastase behandeling krijgen. Ja. En kunt u mij dat, heeft u daar een verklaring voor? Ja, het is inderdaad zo dat maar echt een minderheid van de patiënten die gediagnosticeerd worden met peritoneaal metastase überhaupt in aanmerking komt voor HIPAA. En dat is echt een minderheid. En ik denk dat dat met name te maken heeft met hoe de ziekte zich vormt en hoe het zich ook presenteert. En met name het gebrek daaraan. En we hebben natuurlijk de synchrone en de metachrone setting. Maar u zegt hoe het zich vormt. Ik bedoel, mensen worden geopereerd. Ja. En dan zitten ze er. En dan zou je zeggen van, dat moet toch nu, 2015 is een beetje ruim 12, 13 jaar nadat de HIPAA-behandeling in Nederland ingevoerd is.
je zou toch zeggen van, daar moet meer mee gebeuren. Betekent dit dat u inderdaad bedoelt dat bij veel synchrone peritoneale metastase mensen helemaal niet aan behandeling toekomen? Omdat, en de reden daarvoor is? Ja, omdat ik denk dat dat inderdaad een hele goede verklaring is, omdat peritoneale metastase vaak zonder symptomen voorkomen. Want zeker die verspreiden zich door de buik en vaak op het moment dat mensen daar klachten van krijgen, dan zijn ze al dusver ontwikkeld dat we vaak al die PCI-kudde van 20 voorbij zijn. Dan komen zij niet meer in aanmerking voor hypecoperatie. En ik denk dat ze daardoor... Maar is dat de enige verklaring dan? Dat er te veel progressie is? Dat 90% van de patiënten niet... Nee, natuurlijk niet. Nee. Okay. Want we hebben natuurlijk ook te maken met denk ik, een hele agressieve tumorbiologie bij deze patiënt. En dat zie je natuurlijk ook terug al aan... de resistentie die optreedt tegen bepaalde middelen en de mate van metastasering die optreedt, want we zien ook dat systeemse metastase bij deze patiëntengroepen ook veel meer voorkomt. Ja, want dat is, u laat dat ook in die snapshot-studie zien, hè, dat niet alleen de peritoneale metastase de oorzaak van de terugkeer van ziekte zijn, maar toch ook eigenlijk progressie van de ziekte. Is het dan logisch om nu te zeggen dat we ons vooral richten op het oplossen van dat peritoneale probleem? Ik denk dat met name ook de diagnostiek ervan een hele belangrijke is. En dan hebben we natuurlijk de CodePEC-studies en de ProfiloChip-studies die daar al heel erg mee bezig zijn geweest, die tot op heden eigenlijk nog, ja, helaas nog niet het gouden ei hebben gevonden, als het ware. Maar het voorkomen ervan... Ja, dat is natuurlijk altijd beter. Ja, dat is het voorkomen van metachrone metastase, zeg maar. Ja. Ja, daar schijnen we dus niet in te slagen. Tenminste, niet met een herhaalde HIPEC. Nee. We weten natuurlijk niet wat precies de invloed is van chemotherapie. Maar de KYRO6-studie is een studie waarbij je een lokale behandeling afzet tegen een behandeling waar het accent heel erg sterk op de systeemse therapie ligt. Ja. In die snapshot-studie neem ik aan dat heel veel patiënten toch uiteindelijk naar systeemse therapie gegaan zijn. Ja, en dat is natuurlijk ook een van de hoekstenen van de KYRO6-studie, dat we ook dus de ziekte niet zozeer als een loco-regionale, maar echt als een systemische ziekte moeten beschouwen. En dat we door het geven van bijvoorbeeld neoadjuvante chemotherapie een tumorload in de buik kunnen verlagen, grotere kans om een gehele goede debulking kunnen veroorzaken, maar dat we ook circulerende tumorcellen al kunnen aanpakken die misschien in een later moment metastase kunnen veroorzaken, waar dan ook. Ja. Het vervelende is natuurlijk dat de KYRO6-studie, u zegt het zelf al, dus 2/3 van de patiënten zijn inmiddels gevonden. De studie loopt bijna 5 jaar, dus laat ze nog 1 of 2 jaar lopen, dan is die studie compleet en dan krijgen we fantastische data. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik zit ook een beetje met een ethisch dilemma. Ja, want ook uw stelling 2, appears to be associated, hebben we er nu van gemaakt, hè, geloof ik. Stel, er komt een patiënt bij u die komt van vakantie terug, die is toevallig in Zwitserland geweest en had daar buikpijn, is geopereerd en er zijn ook wat peritoneale metastase gevonden, die hebben ze meteen mee weggehaald en alles is goed en die patiënt komt bij u met het advies uit Zwitserland van, ja, ik moet wel nog even chemotherapie krijgen, kunt u dat regelen? Wat zegt u dan tegen zo'n patiënt? Ja, ik denk dat dat wat u nu schetst een probleem is waar we in de toekomst echt veel tegenaan gaan lopen. Ik denk dat een complete cytoreductie nog altijd het allerbelangrijkste onderdeel van de cytoreductie in HIPEC is. En dat dat ook zo moet blijven. En ik denk dat we alleen die kwaliteit kunnen waarborgen als we het gecentraliseerd blijven doen. En dat is natuurlijk een beetje het gevaar van de studieresultaten die nu... zonder nuances geïnterpreteerd worden door misschien sommigen. Ik vind dat laatste vind ik een perfecte slot van de beantwoording van de vraag. Ik geef graag het woord terug. Dank u wel, professor Rutten. De oppositie wordt voortgezet door professor Van der Speten, hoogleraar farmacokinetiek en dynamiek aan de Universiteit van Hasselt. Welkom, professor Van der Speten. Dank u wel, mevrouw de prorector. Waar het promovendus, mijn beurt wil ik mij aansluiten en u feliciteren met het fraai werk dat hier voor ligt. Misschien voor het algemene publiek, dit is geen onderzoek omwille van het onderzoek. Dit is onderzoek dat wel degelijk het potentieel heeft om een belangrijk klinisch impact te hebben op de zorg die we dagelijks leveren voor onze patiënten. En dus deze groep slaagt erin van dat op een consistente manier te gaan doen. Waarvoor felicitaties. Ik wil met jou eventjes richting hoofdstuk 2 en 3 gaan.
waar u het ons een aantal stellingen naar voorbrengt over het potentieel van perioperatieve chemotherapie. Wat zijn de potentiële voordelen? Een van uw stellingen is: de neoadjuvante behandeling bij deze patiënten heeft het potentieel om de patiëntenselectie te gaan verbeteren. Ik had daar graag een tegenstelling tegenover gezet. En ik had graag gezegd van, kijk, als je patiënten neoadjuvant gaat behandelen, dan ga je resistentie gaan induceren. En dan ga je met andere woorden een aantal patiënten een slechter traject gaan voorleggen. Ik ga u daar een argument ook voor geven. U heeft zelf al verwezen naar de fameuze Franse studie, de Prodigy 7-studie. De meerderheid van de patiënten in die studie is neoadjuvant behandeld geweest. Dus mijn stelling is, die patiënten hebben gefaald tijdens de cytoreductie en HIPEC omwille van de neoadjuvante behandeling. Ja, hooggeleerde opponent, hartelijk dank ook voor uw mooie woorden en felicitaties. Inderdaad, wij hebben beschreven dat neoadjuvante therapie een goede selector kan zijn voor de juiste patiënten voor CRS en HIPEC. En ten grondslag daarvan ligt natuurlijk dat patiënten die progressief zijn tijdens neoadjuvante therapie waarschijnlijk zo'n slechte tumorbiologie hebben dat ze ook nooit met een HIPEC gebaard zullen zijn. U stelt daar tegenover inderdaad dat we een resistentie tegen bijvoorbeeld oxaliplatin kunnen krijgen doordat we deze patiënt al zoveel hebben voorbehandeld. Dat zien we ook inderdaad terug in die Franse studie. En we kunnen ons voorstellen dat als er 6 maanden chemotherapie intraveneus met oxaliplatin wordt gegeven, dat zo'n 30 minuten spoeling het verschil ook niet meer gaat maken. Dat is zo. Ik denk dat dat met name ook onderstreept hoe belangrijk het is dat er nieuwe middelen gaan komen. Want die oxaliplatin, dat is natuurlijk nu de hoeksteen van de behandeling. Ook in het primair coloncarcinoom, gemetastaseerd of adjuvant. En natuurlijk wordt dat heel veel gebruikt. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we verder gaan kijken dan dat. Daar ben ik het volledig met u eens. Met het voordeel van terug te kunnen kijken en de studies die nu voorhanden zijn, zou u het protocol van de CAIRO 6 aangepast hebben? Als u dit soort dingen weet, met andere woorden, bijvoorbeeld het feit dat u zegt van neoadjuvant krijgen patiënten oxaliplatinum en dan krijgen ze ook mogelijk oxaliplatinum tijdens hun HIPEC. We zijn inderdaad gestopt met oxaliplatin HIPEC binnen CAIRO 6. We hebben in eerste instantie wel geïncludeerd omdat 2 van onze grote centra dat standaard deden. Daar zijn we mee gestopt en we zijn ook sinds Prodigy 7 in heel Nederland gestopt met oxaliplatin HIPEC. Dus dat is inderdaad 1. Ik denk switchen van neoadjuvante therapie, dat we daar nog onvoldoende alternatieven voor hebben en dat we daar voor nu nog aan vast moeten houden. Want ook die neoadjuvante keuzes die zijn natuurlijk wel overwogen gemaakt en hebben alle literatuur op een rijtje gezet van welke middelen zijn hiervoor. Single, double, triplet therapie, welke kies je dan? Wel bevacizumab, geen bevacizumab. Ik denk dat we daarin wel de meest optimale strategie te pakken hebben. Ja. U verwijst net naar de bevacizumab. Als we naar hoofdstuk 3 gaan, een van de bijzonder intrigerende data vond ik het feit dat je daar bij de patiënten 24% van de patiënten een complete pathologische respons. Dat is een cijfer dat nooit gepubliceerd is, nooit gezien is. Ik geloof het ook. En denk je, wat speelt daar? Zien we daar een event van de Avastin? Of wat denkt u? Ja, bevacizumab is natuurlijk een remmer van neoangiogenese van de tumorcellen. Dat is iets wat we nu inderdaad mooi terugzien. Ja, is dat helemaal toe te schrijven aan de bevacizumab? Dat is natuurlijk, ik kan het niet zeggen, u ook niet, denk ik. Nee. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om toegevoegd te hebben en dat het zeker de effectiviteit versterkt heeft. Ja. Ja. Ik wil nog even terug naar hoofdstuk 2, de andere stelling die u zegt voor wat betreft neoadjuvante behandeling, is het gaat mogelijk de tumorlood gaan verminderen. U haalt er een aantal literatuurstudies aan, met mooie respons rates, radiologisch, pathologisch. Maar heeft dat eigenlijk belang? Dat we op voorhand de tumorlood verminderen. Als u naar uw eigen data kijkt, ben ik daar niet zeker van dat we dat nodig hebben. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja. Want we weten dat als de tumorlood lager is, mm-hmm. dan heb je dus potentieel minder peritoneale metastase. Daarmee minder uitgebreide ziekte in de buik, wat misschien ook minder resecties vergt. We zien dat er minder stoma's aangelegd zijn in de groep. Die neoadjuvant behandeld is. En we zien ook dat er ook minder anastomoses gemaakt zijn. En ik denk dat dat juist de dingen zijn die bij een HIPEC
ook wel de risicofactoren vormen voor postoperatieve complicaties. Ik denk dat een complete debulking door een goede chirurg alsnog wel uitgevoerd zou kunnen worden, maar dat je het postoperatieve risico op complicaties daarmee wel terugschroeft. Ik ben volledig met dat antwoord. U toont in uw eigen data aan dat men erin slaagt van in de twee groepen evenveel complete resecties te doen. Dus met andere woorden, een goede chirurg zal nog altijd in slagen om de complete resectie te doen. Maar ik denk inderdaad dat qua postoperatieve complicaties, en dat toont jullie ook zeer mooi aan, dat daar wel een heel groot verschil te rapen is. Ik denk dat het allerbelangrijkste hierin is de PCI die we zien tijdens de HIPEC. Ja. Ja, want die was 12 in de controlegroep en 5 in de neoadjuvante groep. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste argument is van alles. Ja. Als er nog tijd is voor één korte vraag. Ja. Ik wou nog eventjes naar hoofdstuk 6 gaan. Waarom heeft u daar gekozen voor overall survival als eindpunt? Dat intrigeerde mij wat. Wanneer je dus gaat kijken naar de actieve surveillance versus... Ja, die data die zijn er niet. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Ja, ja. Dus dat was een die natuurlijk heel belangrijk was om mee te nemen als we die data hadden gehad. Helaas hebben we die nu niet. Die datasets die we hebben gebruikt voor hoofdstuk 8 en 9, waarbij we dus wel metastase kunnen zien en dus recidiefziekte na HIPEC, hopen we ook nog uit te gaan breiden. En volgens mij is het IKNL daar ook mee bezig om die data verder, en dan gaan we dat zeker nog een keer opnieuw doen. Ik dank u voor uw zeer complete antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie wordt online voortgezet door professor Matthijssen, hoogleraar Personalized Medicine en Oncologische Farmacotherapie aan de Erasmus Universiteit. Professor Matthijssen. Dank u wel, mevrouw de prorector en geachte promovendus. Het wordt wellicht eentonig, maar ook ik zou u van harte willen feliciteren met een bijzonder vrij proefschrift. En mijn felicitaties gaan uiteraard uit naar uw hele team, staan uit uw promotor en co-promotor en nog anderen uiteraard. Ik heb uw boekwerk met veel aandacht bestudeerd. De materie ligt enigszins uit de kern van mijn eigen aandachtsgebied, maar er zijn ook zeker wel raakvlakken. En ik houd me als internist-oncoloog en als farmacoloog met name bezig met het verbeteren van systemische therapieën. Veelal aan patiënten waar de chirurg weinig hoop meer kan bieden. Voor uw patiëntencategorie is die hoop er vaak nog wel. Maar we vinden ons bij de categorie patiënten waar we in het grijze gebied zitten. Tussen curatie en palliatie, wat u in uw inleiding eigenlijk ook al heel mooi zei. En mijn eerste vraag gaat dan ook over die scheidslijn. Want op pagina 11, in hoofdstuk 2 was dat geloof ik, beschrijft u dat CRS-HIPEC bij een PCI van meer dan 20, of wanneer alle abdominale regio's zijn aangedaan, niet meer voordelig is. En dat er dan feitelijk dus alleen palliatieve opties zijn. En ook in de Cairo 6 schrijft u op pagina 44 dat de PCI vaak wordt onderschat, dat een juiste weergave lastig is, en dat ook patiënten met niet-respectabele ziekte in de studie kunnen worden geïncludeerd. Maar als ik dan vervolgens hoofdstuk 3 erbij neem, dat is op pagina 54, daarin beschrijft u dat de resultaten van de fase 2-studie, die staan daar voor zover bekend beschreven, en dat er dan wel degelijk respectabele ziekte hoort te zijn. En dat klinkt voor mij toch een beetje discrepant, dus kunt u dat uitleggen? Wat is nou de rol van de PCI in uw studie en hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties ook. We hebben het hier over de uitgebreidheid van ziekte in de buik. Hè? Dus, en dat beoordelen we in Nederland middels een kijkoperatie. Dus mensen krijgen een diagnostische laparoscopie om gestructureerd met de PCI. De buik wordt in de regio's verdeeld een bepaalde score toe te kennen. En als die 20 of lager is, dan kom je in aanmerking voor HIPEC. We weten dat als je een CT-scan maakt van iemand met peritoneale metastase, we hebben dat zelf met een van onze betrokken radiologen heel uitgebreid bekeken en die ook radiologisch gescoord, dat dat vaak een onderschatting is. En we weten ook dat er tussen centra, want wij doen heel veel, bijvoorbeeld in ons HIPEC-centrum doen we heel veel diagnostische laparoscopieën daarvoor, dat daarin ook wel variantie bestaat. Dus dat is een hele belangrijke. En we zien in onze studie ook dat er natuurlijk altijd nog, met KR6 bedoel ik dan, altijd nog een aantal mensen zijn die een zogenoemde open-dicht procedure ondergaan. Dat is, ik denk, onoverkomelijk. En ik denk dat je ook niet moet
willen om dat volledig uit je studie uit te filteren, want dit is gewoon een goede representatie van hoe het gaat in de dagelijkse praktijk, want dat ga je daar ook niet uitkrijgen. We zien wel in andere studies... Ik onderbreek u even. Ik merk door de afstand tussen Rotterdam en Maastricht dat er een kleine vertraging op de lijn zit. Ben ik helemaal met u eens. Maar betekent dat dan niet dat we wat minder conservatief moeten zijn en sowieso die grens van 20 zouden moeten loslaten en ook patiënten met een hogere PCI CRS-HIPEC zouden moeten kunnen aanbieden? Ja, die cut-off die is natuurlijk op basis van literatuur bedacht, maar dat is natuurlijk voor elk land verschillend. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een PCI van 25 die ze aanhouden en dat doen ze ook in de Prodigy 7-studie, waarbij we juist natuurlijk een hele hoge overleving van deze patiëntengroep hebben gezien. En daarmee ontneem je misschien de kans voor mensen in Nederland die bijvoorbeeld een PCI van 22 hebben, een kans op een curatieve operatie. Ja. Maar ook dat ben ik met u eens. Moeten we dat nou omschuiven? Nou ja, ik zie u twijfelen en ik twijfel ook. En ik denk dat u al een beetje begrijpt waar ik naartoe wil. Want u heeft het ook over het verbeteren van therapieën, personaliseren. Ik hoorde u zojuist al zeggen, misschien moeten we naar nieuwere middelen toe. Misschien zijn er ook andere strategieën te bedenken. Ja, en twee strategieën die ik wel heel interessant vind, dat zijn PIPAC. En ook de strategie die we in de Interact bestuderen. En ik ben eigenlijk wel van mening hoe dat u dat ziet, ook ten opzichte van de Cairo 6. Ja, we zien inderdaad bij de PIPAC een interactstudie die dus nu voor mensen die juist een PCI boven de 20 hebben, die zijn geïnitieerd, die dus in plaats van enkel palliatieve systeemtherapie daarbij lokale therapie krijgen, ofwel via vernevelingen ofwel via spoelingen in de buik. We hebben toevallig afgelopen week volgens mij de tweede interactpatiënt alsnog gehypact. Dus we zien dat daar een hele goede respons op is gekomen en... Ik denk dat je die patiënten, die heb je daarmee wel enorm geholpen. Ik denk dat het de kunst is om in de toekomst bepaalde tools te vinden om te zien welke patiënten hebben daar nou voordeel aan en welke niet. Want we hebben het net ook gehad over do no further harm. Als je iemand hebt met een PCI van 23 en die heeft een hele slechte tumorbiologie, en je weet dat die patiënt eigenlijk minder dan een jaar te leven heeft, weet ik niet of je diegene nog een cytoreductieve chirurgie en HIPEC-operatie aan moet doen. Nee, ook dat is een glijdende schaal, dat begrijp ik. Maar met deze nieuwe opties erbij wordt de keuze groter en daarmee ook lastiger natuurlijk. Als ik u zou mogen uitdagen en u vergelijkt PIPAC met de Interact, wat zou u voorkeur hebben? Oh, dat is gevaarlijk hier. Maar... Dat weet ik. Ik denk zelf dat het langer aanwezig zijn van een bepaald chemotherapeuticum in de buikholte een potentieel beter effect kan hebben. Moet dat dan middels spoelingen zoals bij Interact? Dat weet ik niet. We zijn natuurlijk ook met een andere optie bezig, hè, de gel, die nog gereguleerder de tumorcellen kan aanpakken. Ik kan me voorstellen dat uiteindelijk... iets meer potentie in die zin heeft dan de PIPAC. Maar goed, dat... Ik verwacht dat ook helemaal geen uitspraak van u, want er is geen vergelijking onderling gemaakt, dus dat kunnen we ook nog helemaal niet zeggen. Ik ben het wel helemaal met u eens dat hoe langer dat de therapie peritoneaal aanwezig is, hoe beter het is, denk ik. Dus ik denk wel dat dat de way forward is. Ik dank u hartelijk voor uw antwoorden en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Matthijssen. De propositie wordt voortgezet door professor Stassen, hoogleraar gastro-intestinale chirurgie aan deze universiteit. Professor Stassen. Dank voor het woord, mevrouw de prorector. Geachte promovendus, het is een genoegen voor mij om u weer te treffen op een belangrijk moment dit jaar. De eerste keer is best redelijk gelukt, we zullen eens kijken hoe het vandaag gaat. Ik wil u wel ook een compliment maken voor het hele mooie boek, het hele mooie dikke boek, met een aantal, wat mijn linkerbuurman ook al zei, hele relevante studies. En een compliment aan uw team dat het voor elkaar krijgt, inderdaad, dit soort onderzoek in elkaar te zetten, te bedenken en daar uitstekende kandidaten bij te vinden om uit te voeren. Maar we gaan toch met elkaar in discussie. Ik wil graag naar hoofdstuk 8 en eigenlijk naar de titel. En vooral de eerste vier woorden. Increase in the incidence.
of synchronous en metachronous peritoneal metastasis. Dat suggereert die vier woorden, de increase in the incidence, de hoofdbevinding is van dit onderzoek, maar ook de hoofdmoot van wat u eigenlijk aan onderzoek gedaan is, wat uw eigen inbreng is, wat de data die u gegenereerd heeft, hebben voortgebracht. Is dat nou eigenlijk echt de hoofdmoot van uw werk? Of is het meer eigenlijk ook uit andermans literatuur? Ja, hooggeleerde opponent, ook hartelijk dank voor uw felicitaties en mooie woorden. Ik denk dat de toename in incidentie, dat kun je natuurlijk enkel iets over zeggen als je het inderdaad vergelijkt met eerdere literatuur. Dus ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke daarin. We zien dat wij in onze studie de hoogst gerapporteerde incidentie van synchrone en metachrone peritoneale metastase hebben gevonden. Dus ja, ik denk dat dat een hele belangrijke bevinding van de studie is. Ik denk ook dat we... ik denk zeker dat het aantal mensen toe kan genomen kan zijn, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat we het steeds beter vinden. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke kanttekening is die we deze studie mee moeten nemen. Ja, u begon alweer inderdaad een omschrijving te kiezen die moet denken aan de verdediging met mijn overbuurman. U was wat voorzichtig. Aan de andere kant, ja, wat u vindt, vindt u. En ik denk wel dat het goed is dat u wat relativeert aan de hand van de literatuur. Nou ja, wat ik bedoel, u doet een hele hoop bevindingen. En ik denk eigenlijk dat inderdaad de increase, u vindt een bepaalde incidentie. En de incidentie in de literatuur, die ligt iets lager. Ja. Dus het is voor de helft wat betreft uw werk en voor de helft het werk van anderen. Laten we er toch ook nog even naar kijken. Die getallen, u vindt 5,7% synchrone metastase. En de literatuur die u aanhaalt, twee stuks, 4,3 en 5,8. Niet per se, heel veel lager. Goed, de metachrone, 5,5 na 3 jaar. Oké, in de literatuur 3,5 en 4,9. Als dat een oplopend CRA zou zijn bijvoorbeeld, dan zouden we ons zorgen maken. Dus tja, maar ja, ik vraag me toch af, het zijn studies van een tijdje geleden. Ja, kunnen zeggen, oké, de incidentie is dus toegenomen. Het feit dat dat oudere studies waren, pleit er alleen maar voor. Maar toch even inderdaad dat laatste wat u zei. Kunnen er methodologische, kunnen er diagnostische oorzaken zijn die aan de grondslag liggen, waardoor het eigenlijk niet een echte stijging is? Nou, ik denk dat het belangrijk om mee te nemen is, en dat gaat dan eigenlijk voornamelijk om de metachrone peritoneale metastase, is dat we steeds meer cancer survivors hebben in Nederland. De technieken zijn dusdanig verbeterd dat patiënten langer leven. En als je langer leeft, heb je meer kans om opnieuw iets slechts te ontwikkelen. Ik denk dat dat een belangrijk is om mee te nemen. Daarnaast denk ik dat de diagnostische middelen zijn nog niet optimaal, daar hebben we het net ook over gehad. Maar dat we wel meer bewust zijn van dit ziektebeeld en dat, dat men het toch wel sneller vindt. We hebben natuurlijk ook nieuwe technieken die nu in opkomst zijn, zoals de MRI en de DISCO trial. Of volgens mij nog zelfs een soort FAPI-scan die peritoneale metastases heel goed zou kunnen opvolgen. Een soort PET-scan waarmee ze oplichten. Ja, dat soort zaken zijn natuurlijk wel heel belangrijk om in het achterhoofd te nemen als je dit soort cijfers publiceert. Ja. Ja, u noemt iets waar ik me niet op voorbereid was. We krijgen meer cancer survivors. Dank u voor antwoord trouwens. Ik denk dat klopt. We moeten daar dat wel wat relativeren. We hebben meer cancer survivors. Hoe bedoelt u dit? Bedoelt u dat doordat mensen langer overleven of meer mensen hebben die overleven, dat ook meer mensen zijn die in aanmerking komen om metachrone peritoneale metastase te ontwikkelen? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk met name als we kijken in hoofdstuk 8 is het volgens mij, zien we dat mensen die systemische metastase synchroon hebben gehad, met name lever- of longmetastase. Daar hebben we ook natuurlijk steeds vaker curatieve opties voor. Hè. We kunnen een ablatie doen, we kunnen die mensen ook voorbehandelen, we kunnen een wegcisie van de long doen, wat dan ook. In ieder geval, die mensen die kunnen ook curatief behandeld worden tegenwoordig. Dus die mensen komen ook in een follow-up. Maar we weten, die mensen zijn ooit gemetastaseerd, dus die hebben natuurlijk wel een risico om opnieuw dat te krijgen. En ik denk dat het met name ook belangrijk is om ons daar bewust van te zijn, om in de toekomst ook te gaan kijken naar, moeten we die mensen niet anders in de follow-up zien? Moeten we die niet vaker of op een andere manier controleren? Ja, dat antwoord weet ik niet, maar ik denk dat het wel iets is om over na te denken. Ja, nou, ik vroeg me even af, hoe komen we aan een, of vooral de patiënten, aan een langere overleving of aan een hoger percentage overlevers? Waarom overleven die? Wat hebben ze dan overwonnen? Waren dat niet ook al de peritoneale metastase? Waren dat de systemische metastase? Wat voor groep houden we eigenlijk over?
En verklaart dat dan wel de toegenomen metagone peritoneale metastase? Zit er in die vroege sterft of vroege overleefd? Nou ja. Ik denk dat we middels bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek colorectaal carcinomen steeds vroeger diagnosticeren. Dus iemand die eerder met een T4N2 tumor kwam, die vangen we misschien nu eerder met het bevolkingsonderzoek en die heeft nu een T2 tumor. Ja, dan hebben we er eerder bij. Dan heeft die tumor veel minder lang de tijd gehad om eruit te zaaien. Die heb je al lang geopereerd, de mensen. Dus die mensen die toch nog komen met zo'n heftige tumor, dat is dus de geselecteerde groep patiënten met een heftige tumorbiologie die daardoor heen zijn. Maar hebben die dan meer kans op systemische of op peritoneale metastase, denkt u? Of maakt dat niks uit? Synchroon of metagoon? Of... Metagoon, ja, als ze het niet primair hadden, maar krijgen later. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat als ze synchrone systemische metastase hebben gehad, dat ze in ieder geval at risk zijn. Omdat je al kan zien dat ze een slechte tumorbiologie hebben. Hè, dat ze dan metagoon iets anders ontwikkelen. Maar of dat dan peritoneaal metastase zijn of iets anders, dat durf ik geen antwoord op te geven. Nee, dat dacht ik eigenlijk ook. Zou nog een hele lange boom over op kunnen zetten. U geeft als een mooi bruggetje naar wel een andere vraag of observatie die ik had. Het BVO, het bevolkingsonderzoek. Er is een stijgende incidentie van metagone peritoneale metastase. Is een observatie die u doet. Klopt dat bij het feit dat we dat bevolkingsonderzoek hebben ingezet? Nee, eigenlijk niet. Ja, je hebt natuurlijk het aantal mensen dat uiteindelijk geopereerd wordt, dat moet je nog steeds follow-uppen. En ik denk dat het juist de toename in hoe sterk je deze mensen hoe sterk je deze mensen opvolgt en de verbeteringen daarin, dat er daarmee ook de hoge incidentie van. Ja. Wij praten u nog wel eens over verder. Dank u voor uw antwoord. Mevrouw Bakkers. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Mevrouw Bakkers, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positieve oordeel en gelet op de examens die u vroeger al heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor De Hing is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Zo. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Checka Bakkers, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. En ik mag meteen door met de laudatio. Dus wel edel zeer geleerde dokter Bakkers, beste Checka. Ook voor mij nu natuurlijk een bijzonder moment om je als eerste te mogen feliciteren met de succesvolle verdediging van je proefschrift en het behalen van je doctoraat. Tijdens de voorbereiding van de laudatio, zoals ik nu mag uitspreken, is het altijd een goed moment om de balans op te maken van het promotietraject. Hoe successen zijn gevierd, maar vooral ook hoe tegenslagen zijn overwonnen. Hoe wij als promotieteam, na tegenvallende resultaten, dwarsliggende reviewers van wetenschappelijke tijdschriften en periodes van demotivatie uiteindelijk de promovendus toch weer op het juiste spoor hebben gekregen. En op deze dag dan toch het promotietraject feestelijk af kunnen ronden. In mijn mailbox zag ik jouw eerste heel beleefde mail aan mij en dateerde van maart 2018. Je was net daarvoor in de bus richting de Winsport Koen Rovers tegengekomen, die op dat moment zo'n beetje toe was aan het afronden van zijn proefschrift. En ik laat hier even in stilte vallen. Koen was overigens bevriend met een zekere Marijn, die daar op dat moment ook al aardig mee onderweg dacht te zijn. Koen zocht erom een opvolger en je had interesse om het onderzoek voor te zetten. Sindsdien ben je WESP en GESP student geweest in het ziekenhuis in Venlo, ronde je artsopleiding af en start je eind 2018 als artsonderzoeker in het Catharine ziekenhuis. Daar was je aanspreekpunt van de landelijke KRO6-studie. Ging je naar Australië om daar alles te leren over een nieuwe behandeling van buikvlieskanker. Liep je terug in Nederland de man van je dromen tegen het lijf. Regelde bijna op je eentje de hele logistiek van het eerste Nederlandse congres voor peritoneale oncologie. Analyseerde je database van de Nederlands kankerregistratie, was je samen met Simon, ceremoniemeester van mijn inauguratie. Ging je samenwonen, trok je het KRO6-trial over de grens naar België. Ging je samen met de Universiteit van Tilburg de kwaliteit van levendata aan de slag. Zet je als artsassistent niet in opleiding in de chirurgie de eerste stap als zelfstandig arts. Kocht je tussendoor een prachtig huis, reis je de wereld rond en veroverd je recentelijk 1, of bijzonder genoeg eigenlijk liever 2, felbegeerde opleidingsplaatsen in de chirurgie. En oh ja. Ondertussen schreef je dus mee aan 16 wetenschappelijke publicaties van sommige toptijdschriften en verdedigde je zojuist jouw smaakvol vormgegeven proefschrift van meer dan 300 pagina's. Maar dan nu, zoals beloofd, de tegenvallers van dit promotietraject. Zo weet ik me nog goed herinneren dat we 2 jaar geleden een mail kregen dat een artikel dat we dachten dat al geaccepteerd was, uiteindelijk toch afgewezen werd. Het mailtje sloeg in als een bom, het was een regelrechte ramp. Een gevoel van tegenslag, frustratie en van falen. En dat gevoel duurde zeker 10 minuten. Checka, het waren 10 lange minuten. Maar vandaag kunnen we gelukkig constateren dat we daar ook weer bovenop gekomen zijn. Ik ken ook bijna niemand die met haar non-verbale communicatie zo duidelijk kan laten weten dat ze ook helemaal niet op tegenvallers zit te wachten. Je houdt gewoon niet van tegenvallers en tegenvallers houden gelukkig niet al te veel van jou. Kortom, in amper 3 jaar ontwikkel jij je in een duizelingwekkende snelheid van een getalenteerd geneeskundestudentje tot een gepromoveerde chirurg in opleiding in een sterk sociaal netwerk. Prachtige prestatie.
Maar dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Onze onderzoeksgroep naar de behandeling van buikvleeskanker bestaat nu zo'n 15 jaar. En samen met Simon Nienhuis en jouw co-promotoren vandaag, collega Pim Burger en het aanstormend talent Geert Simkens, proberen als chirurgen vanuit de kliniek oplossingen te denken voor dit voorheen zo slecht gedocumenteerde en uitzichtloze ziektebeeld. We zijn erbij dankbaar voor inspirerende voorgangers die wetenschap en klinisch werk succesvol combineert, zoals Harm Rutte, vandaag aanwezig in de corona. En natuurlijk is er samenwerking met IKNL, met top-epidemiologen en diegeonderzoekers zoals Felice van Erning, vandaag jouw andere co-promotor, en Valerie Lemmens, erbij van cruciaal belang. Ten slotte natuurlijk heel veel dank verschuldigd aan alle andere onderzoekers en onderzoekspartners, en in bijzonder de Maastricht University en de Crow Onderzoeksschool, die het allemaal mogelijk maken. Maar jij hebt het vandaag allemaal bij elkaar gebracht. En natuurlijk, ook dank toch ook aan jouw partner in crime, Koen Rovers. Ik noem hem al eventjes. Hij heeft de afgelopen jaren een nieuw, ambitieus, innovatief en stevig fundament in onze onderzoeksprojecten gelegd. Jij, maar ook Robin Lurvink, Vincent van der Vlasakker, Anouk Rijken, kwamen precies op het juiste moment om op dat fundament verder te bouwen. En tussen alle dolle discodagen, culinaire bacchanaal en andere bijzondere activiteiten op onze research folder weer zelfstandige en succesvolle projecten maakt. Een van jouw grote talenten, Jacka, is dat je kansen en mogelijkheden ziet. En dat je daarna doortastend en voortvarend op je doel afgaat. In zekere zin ben je bloedfanatiek. Maar dat doe je met een natuurlijke, lichtbourgondische en ontwapende vrolijkheid. En zonder de beide mensen in je omgeving uit het oog te verliezen. Je wordt op de werkvloer juist geprezen om je collegialiteit en betrouwbaarheid. Dat zijn echt eigenschappen waar je trots mag zijn. De formele start van je opleiding is al volgende maand. En natuurlijk moet je de komende jaren concentreren op het je eigen maken van ons vak. Een hele opgave naast al je andere hobby's en uitdagingen die het leven nog te bieden heeft. Maar als je je wetenschappelijke nieuwsgierigheid houdt en die blijft combineren met je doelgerichte enthousiasme, dan verwacht ik dat we in de toekomst op plaats zoals hier nog veel van jou kunnen leren. Het zou natuurlijk prachtig zijn voor ons als trotse collega's van het eerste uur, maar vooral ook voor de patiënten die in je proefschrift beschreven hebt, die jij dankzij dit werk een iets beter perspectief hebt gegeven. Ten slotte wil ik graag je ouders, Marijn, je verder familie en vrienden, in de felicitatie betrekken, want ik merk aan alles altijd in jou dat zij ontzettend belangrijk zijn en een belangrijke rol in jouw leven spelen. Voor vandaag wens ik je samen met al deze mensen een onvergetelijke en feestelijke dag en laten we vanmiddag toosten op een fantastische en inspirerende toekomst. Het gaat je goed. Dankjewel. Dokter Bakkers. Namens de Universiteit Maastricht feliciteren wij u met de behaalde dokterstitel. Uw promotieteam is ongelooflijk trots, die kunnen dat niet verhullen, maar dat is de Universiteit Maastricht, dat is GRO ook. En dat is vast ook het Trevianum, waar ik straks op de terugweg naar huis nog even langs moet. Dus ik zal ze heel graag op de hoogte stellen van deze mooie titel die u vandaag hier heeft behaald. Voordat we deze ceremonie eindigen, wil ik graag vragen of het publiek de zaal wil verlaten, zodat wij nog met de kandidaat en de online opponent nog foto's kunnen maken. En dat gezegd hebbende sluit ik deze academische zitting.